En dan zegt iemand opeens tegen mij, Micha, wat vond jij eigenlijk van Joe Speedboat? En denk ik, ja, als ik nu zeg, dat heb ik niet gelezen, dat komt niet heel intelligent over. Ik wil ook niet liegen, dus dan hoor ik mezelf zeggen, nou, ik lees eigenlijk geen Nederlandse literatuur meer. Dat klinkt een stuk intelligenter. En dan zie je ook meteen de helft van de groep denken, oh ja, Nederlandse literatuur. Dan zeg ik, ja, Nederlandse literatuur, een beetje contradictio in terminis, toch? Nederlandse literatuur. Op dat moment is de helft van het groepje waar je mee staat te praten al zo onder de indruk van Micha die de wereldliteratuur zegt te lezen. Heb ik niet letterlijk gezegd, maar dat denken ze. Dat zij niet meer twijfelen aan, zou ik maar zeggen, wat ze al wisten, namelijk dat ik briljant ben. Die andere groep, die is dus, dat is een heel ander verhaal, want die gaan gewoon door met mij over Amerikaanse, over Engelse schrijvers. Die vinden dat leuk, dan gaan ze daarover praten. Want dat lezen zij ook. Nou lees ik altijd de boekenbijlagen van de krant, dus ik weet wel een beetje wat er speelt. Dus ik kan over ieder boek wel iets zeggen wat klinkt alsof ik er wat van weet. Ik heb bijvoorbeeld de Booker Prize, hè, die is als die dan uitgeloofd is. En ik hoor de naam van diegene die hem gewonnen heeft en zeg, ja, die heeft de Booker Prize gewonnen. Hè? Ja. Vond ik ten onrechte. Ja, zonder andere boeken op de shortlist die ik het meer had gegund dit jaar. En langzaam zie je mensen denken, shit, hij heeft gewoon de hele shortlist gelezen. En dan ga ik daar overheen en zeg ik vind haar wel goed. Ze heeft een aantal boeken geschreven die ik prachtig vind, maar dit boek vind ik niet het meesterwerk. Op dat moment zie je iedereen denken, shit, en wij lezen gewoon te weinig. Wij kijken televisie terwijl Micha gewoon 2 romans per dag erdoor jaagt. Op nog weer een kleine groepje, laat ik zeggen 4 man na, die dan met mij beginnen te babbelen over inderdaad nog meer. En dan vragen ze aan mij van, heb je nog een tip? En dan zeg ik, je moet de jonge Aziatische schrijvers in de gaten houden. Grote tip. Dan nog, in mijn vriendenkring zijn er altijd wel een stuk of 3 die zelfs daar niet van ophouden. Die gewoon doorgaan, die dat leuk vinden. Die denken, ja, jonge Aziatische schrijvers, want dat lezen ze ook allemaal. Dus op dat moment sta ik nog steeds op het hele dunne ijs, zou ik maar zeggen, van de poses die ik aanneem. Maar dan komt het onvermijdelijke moment van, Micha, waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik, Kumiko Shinichi. Ja, is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. Kumiko Shinichi is een jonge Japanse schrijver van 28... die zich in zijn werk afzet tegen de strakke hiërarchische cultuur die Japan als het ware al jaren in een wurggreep houdt. Dat staat op de Wikipedia-pagina, dus dat zal juist wel waar zijn. Volgende vraag die ik dan krijg, van, goh, waar gaat dat boek over? Dus ik vat dat boek dan kort samen, althans ik herhaal de samenvatting die ik uit mijn hoofd geleerd heb door op de Wikipedia-pagina te kijken. En op dat moment sta ik echt met lege handen. Nog 1 vraag en mijn hele kaartenhuis stort in en ik ben ontmaskerd. Maar dan richt ik mij tot die hele andere groep van mensen die al heel lang helemaal onzeker naar ons staan te kijken. En dan kijk ik naar die laatste 2 mensen en dan zeg ik, sorry, maar zullen we nou ophouden met dat gepapapau over literatuur? Laten we het over het Nederlands elftal hebben. En dan ben ik nog een getapte jongen ook. Ander voorbeeld, moderne dans. Als je echt indruk wil maken, moet je mee kunnen praten over moderne dans. Heel simpel, wat ik doe, zodra het over dat onderwerp gaat, of als ik hoor dat ze daarmee bezig zijn, dan val ik er middenin, zeg ik moderne dans. Prima, maar dat is voor mij Hans Vermanen. En daarna niks meer en daarvoor ook niks. Dat is voor mij moderne dans. Begint bij Hans Vermanen en het houdt er ook weer bij op. Sterker nog, en dit kan je bij iedere kunstenaar doen, vooral de jonge Hans Vermanen. Want daarna is hij zichzelf toch een beetje gaan herhalen. Dan kan je over iedere kunstenaar kan je zeggen dat hij zichzelf is gaan herhalen. Daar kan de kunstenaar niks aan doen, want het is nog altijd dezelfde persoon, weet je wel. Je kan die opeens niemand anders veranderen. Dus dat verwijt kan je heel makkelijk gebruiken. En ja, nee, dus 1 kunstenaar misschien zou ik maar zeggen, iedere keer hup, 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 dat is Barbara Papa. Ja? Maar voor de rest, dat is onvermijdelijk. Klassieke muziek. Moet je ook over mee kunnen praten. Nou, er is zoveel als je dat allemaal wil luisteren. Wat je gewoon doet. Je zorgt dat je vrienden hebt die veel van klassieke muziek weten. Ben je jarig, krijg je een cd'tje. En dan moet je gewoon goed opslaan wat ze zeggen. En dus ik kreeg laatst een cd. Bozart Trio. Schubert. Opus 100. Ik denk, ik onthoud het allemaal. En dan vertel ik het wel weer aan andere mensen. Denken zij dat ik er meer van af weet dan zij. Dus zo los ik dat op.